Ja, voor barbecue heb je natuurlijk houtskool nodig. En vandaag gaan we houtskool gebruiken voor de barbecue om aan te steken. Ja. Dat is All Natural Charcoal. Dat komt uit Mexico. Mexico. Uit Mexico, ja, ja. En we hebben ook daarvoor aansteken, een fatwood. Dat is een natuurlijk hout waarmee je de barbecue kan aansteken. Ja. Nou, Bastiaan, aan jou natuurlijk de eer om dat te doen. Het is geweldig. Zal ik je wel helpen? Het lijkt me gezellig. Ja. Nice. Zoiets? Ja, perfect. En dan daar nog een beetje. Nee, dat is zeg maar het indirect inrichten van je barbecue, zoals Edwin dat nu doet. Hè? Zoiets, Bas? Ja. Maar deze kan nog een beetje meer, denk ik. Hè? Ja, is mooi. Ja. Het voordeel van dit houtskool is dat het en langer brandt en dat het temperatuur ook langer vasthoudt. Dus je krijgt eigenlijk meer waar voor je geld. En dan... Zo. De vet wood. Die is vet goed. Hop. Sorry. Hij is al niet aan jouw handen natuurlijk aan. Ik ben wat gewend. Nou, je ziet het, hè? Het is mooi tot ontbranding gekomen. Heerlijk. Het is natuurlijk geen spiritus, dus het is natuurlijk. En het is alleen maar goed voor het milieu, hè, wat dat betreft. Ja. En ook uiteraard te kopen bij vuur-en-rook.nl. Nou, Bas, de barbecue brandt, hè? Ja. Die doet het goed. Mooie temperatuur, dus dat gaat super. Dus dan is het nu tijd voor... De chicken wraps. We gaan vandaag chicken wraps maken. Ja. Natuurlijk altijd wel weer met een leuke twist erin. Roepa. Beetje olie. En op die olie gaan we wat chicken rub gooien en doen. Die gaat er overheen. Hoppakee. Lekker, lekker. Ja, en dat gaan we even mengen met elkaar. En mocht je nou een groot verbruiker zijn, moet je eens kijken. Ja, mocht je echt een chicken liefhebber zijn. Ja, zeker weten. Dan zijn ze nou weer. En trouwens ook bij vuur-en-rook.nl. Ja, ik zou je nog wat kunnen doen als je toch zo. Ja, maar die heeft natuurlijk vieze handen. Hè? Wat wil je dat ik doe? Nou, wat rub. Oh, nog wat rub. Ja, zo lekker. En dan gaan we eerst even die kip lekker aangillen. Ik heb kippendijen genomen, want ik vind kippendijen vaak, die blijven wat mals en wat sappiger dan kipfilet. Dus vandaar dat ik heerlijk dijtje heb, sowieso werk ik graag met kippendijtjes. Ja, nou, Edwin, als u zo vriendelijk zou willen zijn, de barbecue te openen. Yes, nou, de kippendijtjes doen wel even indirect gillen. Ja, hè. Dat is natuurlijk gevaarlijk, hè. Niet gaar kip, dat kan niet. Nee. Dus heb ik over kerntemperatuur gesproken, 70 graden kerntemperatuur. Nu gaan we deze kip straks weer garen in de wrapper. Dus hij mag wel wat lager zitten. Dus hij mag best wel met 60 graden eraf. En dan de rest gaat hij wel door in de wrapper als hij straks op de barbecue ligt. Duidelijk. We wachten even. Nou, ik denk dat ze klaar zijn, Bastiaan. Ja, nice, je moet eens kijken. Ja, lekker hoor. Zullen we dat eens hebben? Super, hè? Alleen dit al, op deze manier zou je dat al willen opeten. Nou ja, dat gaan we niet doen. Kan wel even doen. Dan haal ik er een stukje af. Dat klopt. Maar, je weet hoe het werkt, hè? Zulke mooie plannen ermee. We gaan er namelijk wraps mee vullen. Gaan we ze eerst even snijden. Ja. Zodat we mooie dunne plakjes hebben. Hoppakee. Dat is mooi warm. Ja, aan de vingers. Dat ziet er ook lekker uit. Oh, ik denk eens voor de wrap. Ja, voor Edwin. Ja. Of. Ja, de basis is goed. Zo, mon jus. Voilà. Dat zijn ze. Weet je zeker dat we het met een wrap doen? Ja, omdat ik weet dat het nog lekkerder gaat worden. Je zou het niet verwachten, maar toch wordt het nog lekkerder. De wrap. Mag lekker daarop, geen probleem. Ik heb hier een sausje op basis van kwark, chili sauce, daar zit wat citroen in. En dat hebben we gemixt met een beetje marinaise. Mm-hmm. Dat wordt de basis. Ziet er lekker uit. En daarbij gaan we nu... Wat sla? Sla, nee. Oh, spinazie. Spinazie. Het favoriete voedsel van Mr. Popeye. Popeye the Sailor Man. Goed, je kent hem ook nog vroeger. Terug naar de rips. Okidoki. Nou, dan leggen we deze. Dan leggen we lekker wat stukjes kip erop.
Kijken wat je prettig vindt. Nou ja, gewoon of wat je wil. Hè. Je kunt, ik zou er wel een paar meer op durven willen leggen. Ja, ja, tuurlijk. Er moet wel wat op zitten op zo'n rep. Ja, we moeten we ook nog dicht krijgen. Ah, okay, ja, dat is natuurlijk zo. En dan als finishing touch. Heb jij de cider chaas? De cheddar cheese. Die we eroverheen gaan raspen. Ik had mooie verse cheddar cheese, hè? Ja, ja, maar ja. Ja, dat is lekker. Dit is wel een heel mooi stukje. Zo. En dan is het... Rappen. Rappen met die wrapper. Zo, op die manier. En dan gaan we dit straks op die barbecue leggen. En dan smelt lekker die cheddar cheese. En die spinazie wordt warm. En dan kunnen we dat lekker opeten. Maar we gaan er nog een paar maken. En dan komen we zo weer terug. Ja. Oh, je hebt nog wat kaas overheen gegooid, joh. Dat heb ik niet eens gezien. We hebben ze dus al voorbereid, hè, opgerold en toen op de barbecue gelegd. En we hebben ze indirect gegaard, eigenlijk. Ja, even een beetje, want het kipvlees is natuurlijk al gaar, hè. Maar even lekker het kaas smelten. Iets wat warmte heeft. Oh, ik zie het. En, ja, op die manier. Ik kan niet wachten, Bastiaan. Ja. En we hebben even zeg maar een ct-prikker erin gestopt, zodat hij niet opspringt. Zal ik hem eens even... Ja. Jij bent altijd van het schuin afsnijden, hè? Ja, vind ik wel. Ik er niet. Nee, u bent van de rechte weg. Nou, die voor jou, die voor mij. Zullen we even kijken? Zullen we proeven? Ja. De cheddarkaas is wel pittig. Komt natuurlijk omdat je die pittige cheddarkaas had gehaald. Ja. Ja, die cheddarkaas zit... Chili. Dat vind ik een heel leuk variant. Ja. Maar dat maakt het wel lekker, hè? Ja. Ja. Echt zeer smaakvol. En die spinazie doet ook goed, hè? Ik voel me gelijk een beetje groeien met spierballen. Komt die? Nou. Helemaal leuk. Ziet er mooi uit zo ook. Uiteraard, het recept kunt u hieronder weer lezen. En uiteraard, als u het lekker vindt, lijken uiteraard die... uiteraard heb ik over drie keer uiteraard gezet in 10 seconden. Dat ga ik niet meer zeggen. Dat is uiteraard. En uiteraard... Nee. Je kunt u natuurlijk nog steeds abonneren op ons gratis YouTube-kanaal Fire & Food TV. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Echt leuk en lekker om dit te doen. Helemaal van de kwijlen. Ja, ik ook.